De Yamaha Arius YDP-165 is de nieuwste toevoeging aan de Arius-reeks. Dit is een model van de digitale budgetpiano's die zowel de kwaliteit, duurzaamheid en ook vakmanschap van Yamaha dragen, maar dan aan een zachtere prijs. De YDP-165 heeft ook een broertje, namelijk de YDP-S55. Deze heeft een iets wat ander design, maar is daarnaast identiek hetzelfde qua klankbron en mogelijkheden. Beide modellen beschikken over 10 verschillende gesampelde klanken, waaronder de Yamaha CFX Concertvleugel. Die klanken hebben een polyfonie van maar liefst 192 noten. Daarmee kan je de meest complexe passages overbruggen zonder ook maar enig detail te missen, net als bij een echte piano. Een natuurlijk speelplezier wordt mogelijk gemaakt door het Graded Hammer 3 klavier met 88 gewogen toetsen. Dit klavier heeft een derde sensor, waardoor je zelf zeker kan spelen, zelf tijdens snelle passages. Ondanks zijn beperkte afmetingen levert de YDP-165 met zijn 2x20 watt versterking toch een krachtig en vol geluid. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door de zogenaamde Tone Escapement Vents. Dit zijn gleuven aan de achterkant van de piano waarbij het geluid tegen de muur kan weerkaatsen. We vinden deze wel enkel terug bij de YDP-165 en niet bij zijn broertje YDP-S55. Beide modellen hebben ook een pianodeksel, zodat de toetsen stofvrij blijven wanneer de piano niet bespeeld wordt. Via de USB to host kan je bovendien een iPad aansluiten en gebruik maken van apps zoals bijvoorbeeld Floki om op een eenvoudige manier stukken te leren spelen. Yamaha biedt trouwens 3 maanden gratis Floki aan bij de aanschaf van een Yamaha Arius model. Wil je de Yamaha Arius YDP-modellen zelf eens uitproberen? Kom dan gerust eens langs. Tot snel!